set the other on fire. Goedendag mensen, ik ben best wel lekker bezig al, de hele dag, lekker rustig aan het werk. Ik ben een paar dingetjes tegengekomen waar ik nog even iets harder aan moet gaan werken, dus dat ga ik zo meteen doen. Maar ik ga nu even een vriend die ik heb ontmoet op straat in Rotterdam ga ik even spreken. Ik heb zo'n Snapchat. Ik ga hem even wat vragen over merchandises en zo. Hij is een YouTuber. En van gewoon doen is het. Een jongen. Maar hij Denzel. Hij doet me denken, de naam doet me denken aan Denzel Washington. Maar ik ga hem even vragen of hij wat interesse heeft in merchandise en zo. Voor mij. En wanneer hij zelf. Wanneer hij en zijn partner ook zelf met merchandise gaan beginnen. Want ik wil kijken, een beetje kijken of we samen iets kunnen doen. Maar dat wordt wel wat. Maar we gaan even kijken of dat wat wordt. Kijk zo'n reactie. Ik zie zo'n reactie. Maar dan, ik ga hem even het bericht sturen. Film! Yo, Denzel man, hoe gaat het? Lang geleden man. Hey, ik heb een vraagje aan je man. Hey, ik heb binnenkort wat leuke merchandises binnenkomen. Petten en nog meer dingen, weet je wel. En ik vroeg me af of je wat interesse had erin. En ik had ook nog een andere vraag. Wanneer gaan jullie beginnen met jullie merchandises? Of hebben jullie die al? Want ik kon niet zoveel vinden op YouTube. Via YouTube kon ik niet zoveel vinden. Maar laat even weten, joh. Yo. Denzel. Denzel the man. Nou, die is verstuurd via Snapchat. Of hij reageert terug via WhatsApp of via Snapchat weer. Dus daar kijk ik zo naar. Als ik zo weer aankomen. Maar vandaag eigenlijk best wel een rustige dag. Ik heb niet zoveel gebeld als gewoon. Gewoon, ja, ik heb morgens. Vanmorgen heb ik niet zoveel gedaan, dus vanmiddag ook niet echt. Ik ga een beetje chillen. Maar ik zit een beetje te wachten op reacties van de ontwerpers. Tenminste, van de producent bedoel ik. Zit ik op antwoord te wachten. Of bepaalde dingen die ik al aangepast heb, nog wel kunnen. Of die wel kunnen in de merchandises die ik ga verkopen. Die aan het uitwerken is en zo. Die aanpassing die ik heb gemaakt, of dat gaat werken. Dus dat zit ik op te wachten. En ja, wat nog meer. Bol.com. Dat is ook nog. Daar ben ik ook nog op aan het wachten. Die code, barcode, die heb ik al betaald. Dus die moet ik binnenkrijgen. Dus daar zit ik ook nog op te wachten. Het duurt allemaal lang. Maar het is wel leuk. Even gewoon lekker gedeeld. Nou, chill. Ik word nu gebeld door mijn chef. Dus even kijken wat er gaande is. Yo. Nou, het blijkt dat ik geen chille middag ga hebben. Ik ga dus werken zo. Over een half uurtje. Ik moet even de chef helpen. Want hij heeft zich verslapen. Blijkbaar een laat nachtje geworden gisteren voor hem. Vrijdag al, gisteren. Heeft hij ding gedaan. Ik weet niet wat. Maar laat nachtje dus. Ik ga nu zo meteen even erheen. Even eten en dan ga ik daarheen. Leuk, leuk, leuk. Dat wordt wat. We zien wel. You have absolute control over only one thing. And that is your thoughts. This is the most significant and inspiring of all facts known to humans. This ability to control your thoughts is the sole means by which you may control your own destiny. If you fail to control your own mind, you may be sure you will control nothing else.
Mm-hmm.